onze allereerste award en de titel Miss Friendship. Uw applaus voor Lien van Ketz. Lien van Ketz, dames en heren, die wordt Miss Friendship. Dat is een heel mooi award, want die wordt gekozen door haar mede-collega's, haar mede-missen eigenlijk. Dat is zo'n beetje, ja, de Miss Sympathie. Zie ze lachen inderdaad. Sympathieke dame. Ze hebben verschillende catwalks gelopen deze zomer. En onze vakjury die heeft beslist dat de titel voor Best Catwalk dit jaar gaat naar Lien van Ketz. Ja, Lien van Ketz, die kaapt al haar tweede prijs. Mee naar huis vanavond. Zie, tuurlijk. Voilà. En het meisje dat dit jaar de beste promomap heeft ingeleverd en dus het meest in de pers is verschenen. Uw applaus voor Anke Lauwers. Anke Lauwers verscheen meest van allemaal in de pers. Die heeft de meeste moeite blijkbaar om haar persmap aan te maken. De Social Media Awards voor dit jaar die gaat naar Anke Lauwers. Ja, en het wordt 2-2 wat de prijzen betreft. Ook Anke Lauwers die krijgt haar tweede prijs. Misschien een mooie carrière als marketing- of communicatiemanager. Ja, dat zit erin. Mag ik u hartelijk applaus voor onze Miss Photogenic, Ethel Lollaert. Ethel Lollaert onder luid applaus werd gekozen door een internationale jury van fotografen tot Miss Photogenic. Onze Miss Fashion Events dit jaar, uw applaus voor Chelsea Vermeers. Chelsea Vermeers, die mag vooraan komen voor haar prijs natuurlijk, en die is Miss Fashion Events. Maar kandidaten nummer 10, Nisa. Wil ik ook wel eventjes vermelden, Nisa, dat je een zeer mooie presence hebt gebracht bij jouw eerste openingsact, vond ik echt top. Wat zeer belangrijk is op het podium, dames en heren, is ook jouw smile, jouw présence en dat het natuurlijk heel natuurlijk overkomt, want ik kan me heel goed inbeelden dat heel veel meisjes die geen danservaring hebben, dat dat heel moeilijk is om toch eigenlijk op een paar weken tijd een choreografie in te studeren en die dan op het podium te brengen met een glimlach van hier tot een jacamaca, alsof dat het niks is. Dus sowieso een applaus voor alle dames voor het dansgedeelte. Kandidaat nummer 12, Anke. Proficiat. Kandidaat nummer 16, Ethel. Proficiat. Want zij sprak me toch wel aan. Nummertje 25, Nikki. Proficiat. Naar Haiti om daar een week lang mee te lopen in de Fashion Week. Deze twee meisjes. Uw applaus voor Bo en Febe. Dus ze zijn eventjes van de melk, maar zou je natuurlijk anders. Deze twee dames die mogen afreizen naar de Fashion Week in Haiti. En er mag nog een derde meisje gaan bijstaan voor de foto. Want de dames waren vorige week zo onder de indruk van iemand die volgens hen te klein was om mee te gaan naar Haiti. Want daar hebben ze inderdaad wel een minimumlengte. Maar voor hen wel meer dan voldeed. En ze willen haar introduceren op alle Belgische catwalks die ze zelf organiseren. En zien in haar ook een volwaardig model. Uw applaus voor Ethel Lollaert. Goed, en dan hebben we nog één award uit te reiken. En die award die geeft meteen ook toegang tot de top 10. Want het meisje dat de volgende award wint, is al zeker van haar top 10 plaats. Dat is de eerste top 10 finalist. De People's Choice Award voor Miss Fashion 2018. En onze eerste top 10 finalist, uw applaus voor Chelsea Vermeers.
Chelsea Vermeer. Zonder luid applaus, kom er gerust bij vooraan. Er is trouwens meteen onze eerste finaliste. Die zien we terug na de pauze. Die zit sowieso al in onze top 10 vandaag. Zijn Etel en Anke. Etel en Anke die mogen de eerste twee titels van de avond in de wachtschrijven verzilveren. Queen of Eurasia. Miss Belgium, Queen of Eurasia. Die gaan naar... Goed, we hebben ook de titel World Miss University. Deze gaat door in Cambodja. En het meisje dat daar van 26 november tot 20 december ons land mag vertegenwoordigen, Lien Baquet. Lien Baquet, deze sympathieke jonge dame die gaat naar Cambodja. En we sturen onze fashion girls de wereld rond, want er gaan ook twee meisjes naar de Filipijnen. Zij mogen daar België en Nederland vertegenwoordigen op Miss Tourism Earth. Mag ik daar de lintjes voor? En mag ik daar uw daverend applaus voor? Nisa van Balen en Shana Stijns. Nisa en Shana, kom erbij. Jullie mogen naar de Filipijnen. En jullie zullen samen gezamenlijk België en Nederland vertegenwoordigen. En de volgende wedstrijd is iemand wel heel erg op het lijf geschreven. In februari mag iemand België gaan vertegenwoordigen in Nigeria op Miss Polo International. En het meisje dat daar haar paardrijkunsten mag bovenhalen, uw applaus voor Gina van Hekken. Gina die mag naar Nigeria, naar het prachtige Afrika. Kom erbij. En dan hebben we ook nog de titel Miss Mermaid. Een heel mooie verkiezing die plaatsvindt in Egypte. En het meisje dat daar België mag vertegenwoordigen, uw applaus voor Amber van Geert. Amber van Geert die mag zichzelf eigenlijk een beetje aan die hele kleine zeker inladen binnenkort in Egypte. En dan hebben we nog één internationale titel, waar Manik, die in onze jury zit, zelf iemand voor gaat afvaardigen. Deze gaat door in Turkije, die titel Miss Globe. En het meisje dat voor Anik daar België mag gaan vertegenwoordigen, uw applaus voor Fedra de Klerk. Fedra de Klerk, die mag voor Anik Rekannemans van Varna naar Turkije.